komen. Ja, en volg je de club nog? Ja, op Facebook volg ik ze nog, dus ik zie altijd al wat ze gedaan hebben en zo. Dus in dat opzicht volg ik het zeker. Zeker vorig jaar speelde Lars hier nog en daar had ik nog wel wat contact mee. Dan hoorde ik wel hier en daar hoe het was. Ja, zoals bij ons in onze tijd, 2 jaar geleden was. Ja. Dat is een groot verschil als je nu ziet, als je de wedstrijd ziet, als we tegen Antwerpen hebben gespeeld hier. Hoeveel volk er was en beleving en supporters. En, ja, dat is jammer als je ziet wat er nu nog van overblijft. Ja. En jij voetbalt nu in Nederland? En hoe bevalt het daar? Valt het mee? Ja, ik speel nu in Nederland in Helmond Sport. Dat is een profclub, dus dat is al wat ik altijd wou, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik heb mijn studies afgemaakt, dat is ook wat ik wou. En nu, we doen het goed, de club doet het goed, maar zelf persoonlijk zit ik veel op de bank. Maar oké, ja. Dat is in een carrière gebeurd, dat soms. Hè. Dus mm-hmm. Hard werken en we zullen zien wat de toekomst brengt. En hoe was het vandaag om nog eens terug te zijn? Heeft het iets teweeg gebracht, kippenvel? Ja, ik zei het er straks tegen mijn vriend. Hè. Ik heb 4 jaar hier gewoond in Mechelen, met studeren en dan hier in voetbal en zo. En ik mis Mechelen echt wel. Allee, Mechelen is meer zo eigenlijk een tweede thuis geworden, zeg maar. De stad en de mensen. Ik ken ook wel mensen van school en racing en zo. Het is echt fijn als ik hier terugkom. Sommige mensen heb ik lang niet meer gezien. Dan kun je nog eens babbelen. En dan, ja. Ik heb dan bijna geen ander club, dus ik heb nog niet zoveel clubs gehad, maar het is toch altijd iets speciaals. Ja. En je hebt nog iets gekocht, zie ik? Ja, een beetje sponsoren. Ze hadden gevraagd, ik had het op Facebook zien staan en ik dacht, ja, als ik nu hier toch ben, kan ik eentje meenemen. Hè. Dus hebben ze eens proeven en zo. In de auto onderweg naar huis? Ja, naar huis. Ik ga nog niet naar huis. Hè. Nu ben ik in Mechelen, dus... Nu ga je blijven? Ja, ik kan nog even blijven. Oké, bedankt. Graag gedaan.